dank u wel. Voorzitter, het is zeer uitzonderlijk dat we maar één debat hebben vandaag. Met alle crisis die er aan de gang zijn. Met 100.000 mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. En de versnelde toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat we praten over deze klokkenluiderszaak waar het onderzoek nog naar loopt. Dat was niet bepaald mijn voorkeur. Nu we het er toch over hebben, over deze klokkenluiderszaak. Het is zeer belangrijk dat klokkenluiders in Nederland heel veel beter beschermd worden. Daarom heb ik, in de weinige tijd dat ik hier heb, een initiatiefnota geschreven. Die zal ik ook aan deze beide winstpersonen geven. Over hoe klokkenluiders beter beschermd kunnen worden in Nederland. Want ik ben rotgeschrokken van de antwoorden. Er zijn 0 klokkenluiders dit jaar bij OCW en de publieke omroep. Dat zou op 2 dingen kunnen luiden. Namelijk het gebrek aan misstanden of het gebrek aan veiligheid om ze te melden. En ik concludeer voorzichtig dat het het tweede is. En ik zou graag willen weten hoe het voor de hele Rijksoverheid zit. Hoeveel klokkenluiders melden zich nou eigenlijk? Want ik heb het gevoel dat je je nergens veilig kunt melden. Tweede wat ik graag zou willen weten is, gaan topambtenaren en staatssecretarissen of ministers nou vaker samen op vakantie? En geef maar een overzicht van de laatste 5-6 jaar. Is de staatssecretaris van Financiën met zijn topambtenaar op vakantie geweest? Is niet een vraag die ik zomaar stel. Voorzitter, dan over deze zaak zelf. Wat is nou precies de vraag die de ADR gegeven heeft? Die luistert natuurlijk heel nauw en ik had hem eigenlijk voor het debat hier verwacht. Ik vroeg, is de SG nu een meldpunt onder het Huis voor Klokkenluiders? En ja, dat werd aan de ADR overgelaten, maar ik wil u best antwoord geven hoor. De SG is geen meldpunt. Wie dat bedacht heeft dat je iemand naar de SG toestuurt, dat kan niet. En de klokkenluider, voorzitter, doet die nou mee aan het ADR-onderzoek? In de podcast waar hier aan gerefereerd is, is duidelijk geworden dat, of wordt in ieder geval beweerd door Koster en Van Dijk, dat de SG, wie bedenkt dat, de SG contact moest opnemen met de klokkenluiders, had even de 2 Kamerleden gebeld, zou ik zo zeggen. En dat dat per e-mail gegaan is, waardoor het ook nog onder de wet open overheid gaat vallen. En dat die klokkenluider zich subiet teruggetrokken heeft uit onderzoek. Als dat gebeurd is, dan wil ik echt uitleg over wie bedacht heeft dat je op die manier een klokkenluider benadert. En dan heeft hij hier een paar indicaties hoe je het beter kunt doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. Laatste vraag van de heer Mohandes, PvdA. Voorzitter, dank. Ik begrijp heel goed wat collega Omtzigt zegt via uw voorzitter. Ik zou hem willen vragen, want ook in de beantwoording op andere Kamervragen wordt gezegd, ja, Kamerleden zijn geen extern meldpunt. Daarmee wordt ook de suggestie gewekt dat het op een andere manier zou moeten. Kunt u schetsen wat dan de mogelijke verbetervoorstellen kunnen zijn om te voorkomen dat als een klokkenluider zich bij een Kamerlid meldt, ja, hij of zij daarna gewoon een beetje het bos in wordt gestuurd. Dus hoe gaan we nou voor zorgen dat het in ieder geval iets ordentelijker verloopt? En ik ben het met u eens, richting een SG. Ja, volgens mij heeft dat dan de heer Slob gedaan in zijn vorige rol. Lijkt me heel knullig. Deelt u dat? Heer Omtzigt. Nou, voorzitter, een van de voorstellen hier, en ik had hem al geschreven voordat dit was, is inderdaad dat Kamerleden een extern meldpunt zijn. Moet je wel eerst elders gemeld hebben. En in uitzonderlijke gevallen moet dat ook. Ik denk ook dat het goed is dat die bescherming er komt. Dan moeten daar wel procedures voor komen. We hebben ook wel eens een brief gehad die door de Kamervoorzitter, een andere Kamervoorzitter, in de shredder gegooid is. Maar ik vind zeker dat deze persoon als klokkenluider behandeld moest worden. Dus wat er in die zweem blijft hangen van de Kamer, antwoord op Kamervragen, of dit wel een klokkenluidersmelding was, dit was een klokkenluidersmelding. En dit had niet naar de SG gestuurd moeten worden. En de SG had op het moment dat deze persoon binnenkwam en dat duidelijk werd waarover deze melding ging, had zij gewoon het besef moeten hebben, ik ben niet de juiste persoon voor deze melding, ik verschoon mij. Dat zal allemaal niet formeel zo zijn, maar iedereen heeft dat soort. Ik heb hier ook gewoon een voorbeeld. Ik heb hier ook in een commissie gezeten waar een onderzoeksvoorstel lag en ik kende een van de 3 personen aan wie toegekend moest worden. Ik zag het er liggen, ik heb tegen de 3 collega's gezegd, sorry jongens, ik ken een van deze 3 personen, ken ik gewoon heel erg goed uit mijn privésfeer. Dit is wat er aan de hand is. Zoek alsjeblieft even een derde lid van de commissie. Niks spannends aan wat er gebeurt, maar ik wil er gewoon niet mee gezien worden. Dank u wel. Dat staat niet in de regels, maar je hebt hier toch gewoon het besef dat je dat even moet doen.
Dank u wel, meneer Omtzigt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen in de eerste termijn aan de kant.